Yes, yes, yes. Drie keer yes, want we mogen weer. We hebben weer een webinar op programma staan. En dit keer gaat het over hoe je je als growth hacker nou in T-shape ontwikkelt. Dus hoe zorg je ervoor dat je generalistisch te werk gaat, maar specialistisch de diepte in kan gaan. Nou, we hebben een aantal tips en tricks voor. En laat ik even beginnen met de introductie. Mijn naam is Jordi Bron en ik ben de oprichter-founder van Red Panda Works. En wij zijn een B2B growth hacking agency. Ik zal daar kort, heel kort even iets over vertellen straks. Maar hoofddoel is dat we, nou laten we zeggen, 30 minuten goed beeld hebben gedeeld met jullie. En inmiddels, nou, 100 aanmeldingen. Dus het loopt weer goed. En de bedoeling is natuurlijk dat we aan het eind van na het half uur dat we concreet stappenplan gedeeld hebben met jullie. En dat dat je daar zelf mee aan de slag kan. Maar dat je ook leert het onderscheid te maken tussen hele slechte content en waar je dus wel goede content vandaan haalt. Het is ontstaan, eigenlijk laat ik daar even mee beginnen, omdat we onze eigen mensen aan het opleiden waren, onze growth managers, zoals wij het hier noemen. En we hebben een Slack-channel met wat we de Smart-channel noemen. En daar hebben we heel veel artikelen en tools constant ingedeeld. En dat werd eigenlijk zo'n verzameling van hele mooie content, dat we op een gegeven moment gezegd hebben, ja, daar moeten we eigenlijk iets mee. Dat was eigenlijk het begin van wat nu de Red Panda Academy is. Nou, daar kom ik zo even op hoe dat verder eruit ziet en wat je daarmee kunt. Maar daar eindig ik eventjes mee. Laten we gewoon vooral kijken ja, wat de benodigde stappen zijn om jezelf dus te ontwikkelen als een T-shape, volwaardig B2B growth hacker. En ik zal mijn scherm even delen, mijn presentatie erbij pakken. Want dit is het programma, de onderwerpen. Laten we beginnen met de T-shape. Hè. Dus wat is dat, wat verstaan we daaronder? En hoe anders is B2B growth hacking dan B2C? Er zijn namelijk nogal wat verschillen. En het is wel belangrijk om daar even bij stil te staan. Vooral, en daar is hij, omdat alle content, bijna alle content die je online vindt, echt wel B2C gericht is. Als het er niet bij staat, is het bijna altijd B2C. Dus als B2B growth hacker slash marketeer moet je daar wel echt voor op je hoede zijn. Dat er wel grote verschillen zijn. Ja, growth hackers zijn natuurlijk gek op tools. Dus daar ontkomen we niet aan. Sterker nog, we hebben een grote verzameling van allemaal nuttige tools. En dan, hoe haal je de rubbish eruit qua studiemateriaal? En waar vind je wel goed studiemateriaal? En tot slot wil ik de Academy laten zien. Want daar hebben we dus die selectie gemaakt. Wat ik net al zei met dat topmateriaal waarbij je wat volgens ons de allerbeste curated content is, oftewel verzamelde content, en hoe je daar zelf makkelijk mee aan de slag kan. Dus daar wil ik even mee eindigen, maar goed, zoals ik al zei, laten we eerst eventjes bij Red Panda zelf stilstaan. We zijn 1,5 jaar onderweg ongeveer als apart label hiervoor, wat niet op de timeline staat. Dat is eigenlijk aan de andere kant. Dan zou je Hulk daar kunnen zien staan. En nog verder terug in de tijd is Contini. Want zo begon ik als content marketingbureau. En inmiddels is het breder geworden. En daarom vertel ik het ook. Omdat we echt voor de splitsing stonden van gaan we. En dat is dan ongeveer 3 jaar geleden. Gaan we ons nou focussen op content marketing. En zelfs bloggen. Dat was ons specialisme eigenlijk. Of gaan we breder? En dat is echt een hele duidelijke splitsing waar je een keuze in moet maken. En dat is dan ook meteen een bruggetje naar de T-shape, waar ik overigens zo even op kom. Laat mij heel eventjes nog hierbij stilstaan, want dit zijn dan meteen de 3 onderwerpen die we gaan pakken. Dus wij laten bedrijven supersnel groeien door middel van slimme growth technieken, de beste experts en handige tools. Dus ik laat straks een paar manieren zien hoe je die growth technieken eigen kan maken. Waarom we met experts werken en wat ik al zei, we gaan met een aantal tools aan de slag waarbij ik laat zien hoe je goede tools kan vinden. Heel even over growth hacking. Ja, redelijk beginnersniveau, maar oké. We zitten een beetje op het snijvlak van wat marketing doet, creatieve marketing, out-of-the-box marketing vooral. Dan vooral met tooltjes aan de slag, dus automatiseren. En toch wel wat meer agile gedachten als in sprints en experimenteren. En toch ook nog wel veel data. En die data staat tussen haakjes eigenlijk. Want in de B2B-wereld hebben we nou eenmaal minder data dan in de B2C-wereld doorgaans. Grosso modo hebben we nou, misschien een tiende of een paar procent van bezoekersaantallen.
Maar dat zijn misschien wel hele relevante bezoekers. Dus het draait veel meer om autoriteit uitstralen dan om data. Dus dat is dan wel even een nuanceverschil. Een bekende pirate funnel. Hè. We doen meer dan alleen marketing. Het is ook nog sales, wat we vaak meepakken. En als wij bij klanten meekijken, dan wordt vaak vergeten om juist het maximale uit bestaande klanten te halen. En dat zijn eigenlijk dus na de sale de R'tjes. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat de churn zo laag mogelijk is en retentie dus omhoog gaat? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat klanten ook andere klanten aandragen? En revenue staat voor waar we vaak mee bezig zijn. Bijvoorbeeld in de SaaS-wereld zorgen we ervoor dat we pricing-strategieën proberen. Dat we bezig zijn met nieuwe ideeën en kijken of daar een juist prijsmodel bij hoort. Dus dat is eventjes het laatste R'tje. En Ilse zegt het ook al even in de chat. Dankjewel Ilse, dat ik vergat het. Je kan uiteraard vragen stellen. Gooi het er gewoon maar in. Ik kijk een beetje of het nuttig is, maar dan zal ik meteen je vragen beantwoorden. Dus het een beetje toegevoegde waarde is. En anders bewaar ik hem voor het laatst. Maar gooi vooral je vragen erin. Het team is, dit zijn alle vaste mensen die echt gewoon in dienst zijn bij Red Panda zelf. Maken onderscheid tussen growth managers en growth hackers, waarbij de growth managers eindverantwoordelijk zijn en growth hackers meer uitvoerend en ondersteunend, zou je kunnen zeggen. En wat verder nog belangrijk is, is dat aan de zijkant nu staat, is dat we verder gebruik maken van een flexibele laag van experts. En waarom ik dit vertel, is dat er te veel disciplines zijn. Je kan het niet allemaal in dit team vinden, laat staan in één iemand, want daarvoor heb je gewoon te veel skills nodig. Dus een brede marketeer kan nooit overal supergoed in zijn. Dus dat is wat we noemen T-shape. Generalistisch te werk gaan. En hooguit één specialisme hebben en daar de diepte op in kunnen gaan. En dat is wat de experts eigenlijk ook doen. Dus we hebben 80 experts en de grootste disciplines daarbinnen zijn CA, zijn content, bloggers, copywriters, misschien ook wel social ads. En zo moet je het ook zien dat een expert op dat gebied dus een 9 of een 10 is, mag je hopen. En waar een growth manager generalist is, oftewel het dak van de T. En de expert, die gaat de diepte in. En met een beetje fantasie kan je een T visualiseren. En anders help ik je er even bij, maar dan pak ik deze slide eventjes. En dit is niet te lezen, maar waar het om gaat is dat de growth manager dus brede kennis hebt. Ik zeg vaak op alles zo'n 7 of een 8. Maar geen 9 of een 10. Je moet ervoor waken dat je op alles probeert een 9 of een 10 te zijn. Maar dat kan simpelweg niet. Dus je moet voor alles genoeg verstand hebben. Zodat je kan adviseren. Dat je ook kan coördineren. Wil zeggen experts aansturen. En dat je ook vervolgens dat wel kan controleren. Dat is de rol van de growth manager. En de growth managers zelf zijn ook vaak T-shape, om het even ingewikkelder te maken, wil zeggen dat ze bij ons vaak één verantwoordelijkheid hebben. Nick is goed in analytics bijvoorbeeld, dus dan mocht je een vraag hebben over analytics, dan weet je gewoon, oké, Nick is daar de aangewezen persoon voor, die gaat daar helemaal de diepte in en daar kan je dus je vragen stellen. Als we dingen gaan uitbesteden, dan hebben we daar dus die experts voor en dat is ook waar de T-shape op slaat. Ik zei het al eventjes, B2B versus B2C is een groot verschil. Ik kwam dit plaatje tegen van, de source staat er nog onder. Wat staat er? De balance, denk ik dat er staat. En wat een groot verschil is waar je rekening mee moet houden, is dat we echt thought leader proberen te zijn doorgaans bij onze klanten. Dus we zorgen ervoor dat ze echt een autoriteit worden, dat ze autoriteit uitstralen op LinkedIn, toch het aangewezen B2B-platform natuurlijk. Dat het wel belangrijk is dat je een netwerk gaat inzetten en dat je de customer journey wel goed in kaart brengt, maar ook rekening mee houdt dat er natuurlijk veel langere sales cycles zijn. Waar B2C vaak een korte sales cycle is, aankoop, webshop, online meteen afrekenen. Daar is AB-testen ook heel belangrijk. Ik wil niet zeggen dat wij als B2B growth hackers niet AB-testen, sterker nog, is heel belangrijk. Maar dat zijn wat grotere AB-tests, bijvoorbeeld 2 verschillende pagina's. En of misschien wel 1 formulier en 1 mogelijkheid om te e-mailen als call to action. Waar je bij B2C toch meer grote data, grote bronnen kan sneller significant maken, sneller valideren dus van je tests. En dan zou je de klassieke AB-test met een button bijvoorbeeld kunnen doen. In de B2B-wereld heeft dat niet zoveel zin, omdat het gewoon super lang zal duren voordat je dat genoeg kan valideren. Dus het draait veel meer
om logisch nadenken. Hoe kan je autoriteit uitstralen? En dan pak ik even twee slides terug, want die heb ik overgeslagen. Dit zijn eigenlijk de drie voornaamste fases als het gaat om de marketing zelf. Dus we zetten in eerste instantie de basis op. Inbound, oftewel mensen moeten je kunnen vinden. En als ze je dan vinden, staat het ook allemaal goed. Dus klop je analytics en staat je social goed. Nou, dat is dus voor het overtuigende karakter van je website en je socials. Maar vervolgens om snel leads te genereren, om snel aan je marketing, dan sales qualified leads te komen, ontkomen die aan om toch ook vaak outbound marketing te doen. Dus denk aan LinkedIn e-mail outreach, e-mail blasts, maar dan wel AVG proof. Call staat erop, is cold calling, cold dus aanhalingstekens, want het is bijna altijd lauw. Nou goed, dit zijn eventjes de activiteiten die wij voornamelijk oppakken. Oftewel, het is nogal veel en daarom laat ik het ook zien. Het is dus ook wederom onmogelijk om het allemaal binnen één iemand te vinden. Ik wil wel nog eventjes vragen wat we in het publiek hebben. Dus ik heb even een mini-polletje. Ondertussen praat ik gewoon door. Even kijken, 30 seconden. En dat gaat eigenlijk even over je rol. Dus waarvoor ben je hier eigenlijk? Dus ik ben, marketeer of growth hacker in dienst. Ik ben ondernemer. Ik ben op zoek naar een job. Kan natuurlijk, hiring. Factures zou ik zo ook nog even laten zien. Of ik ben me aan het vervelen met uitnemen wat ik hier doe. Kan zomaar, hè. Of mijn antwoord staat er niet tussen, oftewel anders. Dat is eigenlijk even de laatste. De meeste zijn marketeer of growth hacker in dienst. Top. Dus dat is toch 2/3 zo'n beetje. 22, 67, 70% inmiddels. En er zitten wat ondernemers in de zaal. En we hebben een enkeling die op zoek is naar een job. En dat worden wat meer. Oh ja, ondernemers staat top. Alright, dan weet ik een beetje wat we dus aan het publiek hebben. Thanks daarvoor. Dan pak ik hem weer even verder, deze gehad. Ja, waar ik even aandacht aan wil besteden, dat zijn alle tools. We hebben ook in hetzelfde smart kanaal bij ons, delen we allemaal nuttige insights. Dus artikelen, video's, cursussen, alles waarvan we slimmer worden. Ook heel veel tools. Zoveel tools zelfs dat we het overzicht een beetje kwijtraakt. Dus dat hebben we in Airtable gegoten. En nu hebben we daar ook een grote soort van database van gemaakt. Dat is Redpanda Tools. Ook dus ook meteen een website, redpandatools.nl. En je moet het zo zien dat je ervoor kan zorgen dat je eigenlijk een voorselectie hebt met een ratingssysteem daaraan vast. En ondertussen komen er ook wat vragen binnen. Die beantwoord ik zo. Beginnende ondernemer. Oh, dat is geen vraag. Top. Gewoon een antwoord op de poll eigenlijk. Dat kan natuurlijk ook. Nogmaals, mochten er vragen zijn, gooi ze gewoon maar erin hoor. Ik heb dit eigenlijk openbaar gesteld. Dus hier hebben we met de, eigenlijk alle tools die we constant tegenkomen of waar we fan van zijn, die hebben we hier in de selectie neergezet. Dus stel je bent op zoek naar een sales tool in de categorie sales, dan zie je hier welke tools onze favorieten zijn. En die krijgen inderdaad een hogere waardering. Je kan zelf ook je stem uitbrengen overigens. We zijn natuurlijk open voor feedback. En mis je iets, laat het dan ook eventjes weten. Dus heb je zelf een vette SaaS-tool, laat het vooral weten. Dan kunnen we dat oordelen en dan gooien we hem hierin als wij denken, dit is noemenswaardig. Het is een vrij uitgebreide lijst met volgens mij, ik weet niet, 200, 300 tools er inmiddels in. Dus een goede database om mee te starten. En de hoogste heeft onze favoriet. Is onze favoriet, zou je kunnen zeggen. Dan eventjes naar de kern van van dit webinar. En Stefan vraagt of we een linkje hebben van Redpanda Tools. Nou, dat is redpandatools.nl. Ik heb geen linkje misschien. Els, wil jij die even in de chat zetten? Liefdallige assistent. Daar is hij inderdaad goed zo, snel. Rubbish everywhere. En dat slaat natuurlijk op al die blogs en fanatieke blogs die het vooral voor de klik doen en eigenlijk elkaar allemaal napraten. Nogmaals, check ook of het niet allemaal B2C gericht is, want dat is echt een ander spel. En hoe vind je nou uiteindelijk wel de goede? Nou, er zijn dus een paar favorieten van ons. En dat hebben we
in de academy gegoten, maar daar kom ik zo even op. Maar let er dus vooral op dat het een beetje autoriteit website is, dat je bepaalde standaard gerenommeerde cursussen ook vindt en om daar even een opzomming van te geven. Als het gaat om SEO en online marketing in Nederland, is Frankwatching natuurlijk een autoriteit. En dat bedoel ik ook meteen, is het een autoriteit. Backlinko is mijn favoriet. Dus het gaat om SEO en linkbuilding vooral. Moz voor SEO en CA in het algemeen. Vooral de whiteboard video's ben ik fan van. Maar als het echt gaat om B2B sales en marketing, op dat snijvlak, check vooral Cognizm, zoals je het uitspreekt. Die hebben echt de allerbeste guides. Het zijn een soort van whitepapers, e-books-achtig. En de Banff-bijbel. Credits voor Banff vind ik ook helemaal niet erg om promotie voor te maken. Het is een Amerikaanse agency. Maar die hebben supergoeie content. Vooral als het gaat om LinkedIn. Dus hoe kan je LinkedIn outreach maximaliseren en hoe kan je LinkedIn content of wil je posts optimaliseren? De Banff-bijbel. Leestip van de dag. En als het gaat om cursussen, dus die echt een verdiepingsslag erin maken, wij maken gebruik van CXL. Volgens mij is CXL, dat zijn verreweg de beste cursussen die ik gezien heb. Het is een dure cursus, dat wel. Maar er is een trial mogelijk. Voor de eerste 7 dagen betaal je maar $1. En dan kun je toch gewoon een flinke studie van maken. En kun je ervoor zorgen dat je dat snel eigen kan maken. Rick, die heeft nog even een tip. Canva, inderdaad, Canva maken we ook gebruik van. Die staat ook zeker trouwens, Rick, staat ook in de Red Panda Tools lijst. En Vincent, die geeft nog als tip, SiteGuru. Dus een mooie SEO tool. Dus thanks voor de tip. We gaan hem analyseren in het Smartkanaal dus. En als hij noemenswaardig is, dan zal hij zeker terug te vinden zijn op de Red Panda Tools lijst. Ik was bij CXL gebleven. Dat is dus echt wat betreft cursussen, vind ik het allerbeste beste cursusmateriaal. LinkedIn Learning is gratis. Was voorheen Linda met een Y. Matig. Je hebt een hele goede tussen zitten, maar je hebt ook heel veel open deuren cursussen. Dus als je als beginner daarmee aan de slag wil, kan je daar zeker een start maken. Er zitten een paar goede tussen. Die hebben we ook geselecteerd in onze academy. Maar ik moet eerlijk zeggen, het overgrote deel, ja, moi, niet zo. En dat zul je vaak zien met gratis cursusmateriaal. Beetje uitzondering daarbij vind ik ook Google Digital Garage. Heb je ook heel veel beginnerscursussen. Maar daar zit toch ook wel, er zit toch ook wel een goede verdiepingsslag mogelijk. Er zitten een paar advanced cursussen tussen, die wel langdradig zijn. Je moet er echt wel de tijd voor nemen. Zo'n full online course is gauw 30 uur. Dan ben je bijna een week mee bezig. Vol tijd al. Dus daar moet je echt wel de tijd voor nemen. En het is natuurlijk ook niet objectief. En het is ook niet alles. Het is natuurlijk van Google. Dus het gaat over Google. Maar heel veel dingen zul je dus niet meegenomen krijgen daar. Social media voornamelijk. YouTube. GrowthWeb zet er 2 keer op. Vind ik ook niet erg om reclame voor te maken. Want zij hebben gewoon super goede video's. Frequentie is een beetje omlaag gegaan bij ze. Jammer. Want wij waren wel fan. En wij keken dat ook wel vaak. Pre-corona met z'n allen rondom een groot scherm. En dan tijdens de lunch stond dit soort video's aan. Belachelijk hoog tempo, wat ook alweer, dat zie je ook alweer en ik vind het wel tof. Maar je bent wel exhausted na 10 minuten video kijken van GrowthWeb. GrowthWeb zelf is niet zozeer een concurrent, is meer een traineeship. En dat is meteen de laatste kolom. En we hebben hierboven, dus ik zit nu bij B Amsterdam. Hierboven zit ook nog de Talent Instituut. Nou, zit een beetje in dezelfde hoek. We zijn ook wel concurrenten van elkaar. Ook daarbij geldt dat het allemaal wel gericht is op B2C. Volgens mij doen ze beide hoor, allebei. Alleen het overgrote deel is gewoon standaard B2C. Dus wij proberen echt in die niche te zitten van B2B. Waarbij we ook een eigen traineeship hebben nu. Dus we zijn niet zozeer een concurrent, want het is echt een opleidingsprogramma voor onszelf. Waar er geen verdienmodel aan vast zit. Sterker nog, je krijgt ervoor betaald. En bij de andere twee is dat natuurlijk wel anders. Maar ik ben wel fan van beide en voor ons is het toch ook altijd wel een indicator dat iemand er serieus mee aan de slag willen. En dat je, dat je qua kennis daar in ieder geval een hele, hele goede basis kan opdoen. Kevin vraagt, wat vinden jullie van Grow with Wart? Ik ken Wart niet persoonlijk.
We hebben wel eens contact over LinkedIn gehad, maar nee, ik ken hem niet persoonlijk. Wat ik wel zie, is dat hij hele goede blogs heeft. Dus hij heeft dat hele content marketing deel goed uitgespeeld. Super netjes. Hij heeft goede opsommingen. We zijn nog steeds niet genoemd als Growth Agency volgens mij, dus daar moet ik nog maar even over spreken. Maar inderdaad, credits en goede content. Neem dat trouwens in het algemeen, hè, dus het gaat niet over Grow With Ward, maar in het algemeen bedenk natuurlijk wel dat het opgeschreven is met als doel, op het moment dat het gratis is, dat het natuurlijk als doel heeft om, ja, when it's free, you're the product, om jou natuurlijk te onboarden. Dus het is ook heel vaak dat het mooier gepresenteerd wordt dan het daadwerkelijk is. Normaal zeg ik niet dat het bij Ward zo is, maar het geldt een beetje voor alle gratis online blogs. Dus daar moet je echt wel doorheen prikken. Ja, wij lezen dat ook dus wel met een korte zout als het gaat om resultaten, als het gaat om wat je uiteindelijk mee kan. En iedereen belooft natuurlijk gouden bergen, want ze willen je als klant hebben. Maar ga daar met een korte zout mee om dus. Niels geeft nog als tip voor podcast, Marketing Automation Tools, is dit een aanrader? Linkje staat erin, ik weet niet wat het is. Het is in ieder geval een Spotify linkje. Alright. Dus tot zover even studiemateriaal. Wij hebben zelf dus veel content verzameld. En dat hebben we nu in een, wat wij noemen, de Red Pen Academy gegoten. Dat wil ik eventjes laten zien. Vind je overigens ook gewoon op de website bij ons. Onder kennis staat het kopje Academy. Dat ziet er zo uit. Kan je gratis voor aanmelden. Voor ons is het gewoon een belangrijk middel om ons ook weer op de kaart te zetten en te laten zien, kijk ons eens eventjes hoeveel verstand wij overal van hebben. Dat zit er natuurlijk achter, marketeers. Eenmaal aangemeld krijg je een linkje en dat is een Notion link. En in Notion houden we dat allemaal bij. Wat je ziet is dat je hebt daar een Notion account voor nodig, wil je hem ook kunnen afvinken. Dus of je hebt gewoon het overzicht, dan krijg je gewoon deze versie. Maar wat je ook kan doen, is in je eigen Notion-account dupliceren. En dan kan je hem dus op maat maken. Dat wil zeggen dat je gewoon kan editen, maar dus ook kan afvinken. Zo kan je eigenlijk aan de slag met deze 13 onderwerpen. Het is, zeg ik ook eerlijk, bij een eerste versie, al heet die V2.1. Maar we zijn nog niet heel lang live ermee. Als growth hackers nog puur in de validatiefase bezig. Dus het is echt nog een MVP. We hebben nog geen trainings- of advertentiebudget, moet ik zeggen. Maar het loopt wel aardig storm, kan ik inmiddels wel zeggen. We hebben al meer dan 100 aanmeldingen. En, nou ja, storm is dus overdreven. Maar goed, het is daarmee wel gevalideerd dat we zonder advertentiebudget en alleen een paar LinkedIn-posts toch veel aanmeldingen hebben. Wat je hier ziet, dat zijn 13 onderdelen. En per onderdeel, pak LinkedIn social posting er eventjes uit, zie je dat we een selectie hebben gemaakt van wat wij denken dat de beste content is. Soms is het beginner materiaal, dan staat er hashtag beginner voor. Soms zijn het challenges, soms zijn het cursussen, soms zijn het video's. En we maken een onderscheid tussen need to do en nice to do. En dit is eigenlijk hetzelfde trainingsprogramma als nieuw hires bij ons krijgen. Met als verschil dat je bij ons in het onboarding traject terechtkomt en dat je ook heel veel begeleiding krijgt. Hier moet je er zelf mee aan de slag natuurlijk. Dus dat is even het grote verschil. Ja, dit zijn de voorbeelden hoor. Ik heb er een paar uitgepakt. LinkedIn Automation is gewoon een belangrijke en eentje die vaak terugkomt. Dus hoe ga je daar nou mee om? Wat zijn de handige tools daarbij? Nou, dan is het vaak ook eerst inlezen. Dus blogs lezen. En dan heb je vaak ook een soort van opdrachten daaraan vast te zitten. Nogmaals, je kan het gewoon gratis doorlopen. Het zijn gewoon, ja, het is onze selectie van wat wij denken dat de allerbeste content is. Wat ook nog belangrijk is om daarbij te vermelden, is dat wij eigenlijk alle downloadwerk al gedaan hebben. Dus we hebben een grote Google Drive map met allemaal PDF's, e-books, whitepapers en een ander downloadable materiaal. En ook daarin hebben we een selectie gemaakt, dus jij hoeft het niet meer te downloaden. Met dit linkje kun je hem gewoon zelf meteen openen en kun je, niet helemaal de bedoeling natuurlijk, althans de creëerder heb er niet zoveel aan, behalve naast bekendheid, maar geen lead generatie. Maar het betekent ook dat, ja, we zijn growth hackers, hè, come on. Dus het betekent ook dat jij ja, daar niet meer al die vervelende spam follow-up mailtjes van krijgt. Kevin, inderdaad, linkje, nou, het staat op de website, maar Eels, misschien wil je hem ook weer even erin zetten. Het is op
redpanda.works vindbaar. En de URL volledig is redpanda.works. Redpanda.works moet ik zeggen, /academy. Tada, daar is hij. Dankjewel, Els. Dus ja, het is een uitgebreide selectie nogmaals, die wij zelf mee aan de slag kan gaan. Meteen nog even een verzoek aan de kijkers thuis of op kantoor, is heb je nog suggesties? Hebben we dingen over het hoofd gezien? Ongetwijfeld. Of je het alsjeblieft wil laten weten, want dit is natuurlijk nooit af. Het is een levend document, een levende Notion. Maar we zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe content. Het is natuurlijk wel een kleine disclaimer dat het B2B moet zijn en dat we nog een selectie ervan doen. Het is wat we noemen curated content, dus wij bepalen uiteindelijk of we het goed genoeg vinden. Dat doen we dus via de smart kanaal en via de smart sessies. En elke vrijdag hebben we dus een uur lang voorbereiding. Dus gaan we alles doornemen, gaan we lezen en vrijdagmiddag van 1 tot 2 hebben we altijd smart. Nou goed, dat gezegd hebbende, wil ik eigenlijk eventjes afsluiten met wat er vervolgens nog gedaan moet worden en hoe kan je nou uiteindelijk inderdaad die T-shape B2B growth hacker worden. Uiteraard gratis aanmelden voor Academy. We zijn bezig met een pilot, want ik al zei, eerlijkheid gebied te zeggen dat het een pilot is en dat we dus met René daaraan testen zijn hoe kunnen we een traineeship zo goed mogelijk vormgeven. Maar mocht je daar wat voor voelen, we willen eigenlijk in Q2 een aantal traineeships aanbieden. En traineeships is de academy doorlopen, maar dan met begeleiding, met wekelijkse training, 1-op-1 is dat. Uiteindelijk met als doel dat je daarna growth hacker bent en daarna dus de growth manager. Anastasia geeft nog even een tip tussendoor. HubSpot Academy, goede vorm van trainingen, tools op gebied van B2B marketing. Hij staat niet tussen de trainingen. Zit wel in de Academy. Er zitten een aantal cursussen van HubSpot in de Academy. En de meeste zijn overigens ook gewoon gratis. Ze hebben ook een betaalde verdiepingsslag. Maar de selectie die wij gemaakt hebben, van wij denken dit is goed genoeg, dat zijn gratis toegankelijke HubSpot cursussen. Zo ook SEMrush heeft ook een hele goede Academy. Alleen niet alles. Dus daarin hebben wij dus ook weer een voorselectie gemaakt. Ruben van de Oever, in hoeverre is het bij jullie mogelijk om op afstand te werken? Die vraag komt binnen. Bijvoorbeeld 3 maanden vanuit het buitenland. Ja, dat is wel mogelijk. Al is 3 maanden wel lang. Maar dat is op zich geen belemmering. Alleen in het begin is er gewoon heel veel overleg nodig. Dus dat is wenselijk om gewoon zoveel mogelijk hier op kantoor te zitten. Korte lijntjes, ouderwets naast elkaar zitten. Het voelt als heel lang geleden. Maar dat is toch wel de snelste manier. Om gewoon uiteindelijk, ja, je gaat ongetwijfeld heel veel vragen hebben. En wat we ook gewoon merken is dat het lekker is als je een beetje proeft, ervaart wat er om je heen gebeurt door de andere growth managers. Nou, dat is nu natuurlijk even anders. Iedereen werkt thuis bij ons. We hebben wel de policy dat je in onboarding zoveel mogelijk op kantoor bent. Mits het kan, nu dus niet, normaal gesproken wel. En als growth manager, en alles gaat goed, hè, dus we hebben een aantal metrics die we in de gaten houden. Als je over de groen op scoort, heb je alle vrijheid. Hoe je het doet, waar je het doet, wanneer je het doet, moet je zelf weten. Output is dan nog echt het enige waar we naar kijken. En natuurlijk nog samenwerken. Dus het is wel belangrijk om met elkaar het maximale resultaat voor te halen. En dan zou je haar zeggen, afstand, dit gaat op zich ook prima. Iedereen is nu ook op afstand aan het werken. Ik verlang wel weer naar het teamgevoel en naar kantoor. Maar goed. Het ziet er nou uit dat we nog eventjes zo blijven werken. Het is te doen, maar ik mis wel mis de mensen om me heen. Dat wel. We hebben tot slot, los van een traineeship, mocht je daar wat voor voelen, stuur me gerust even een berichtje. Stuur me een berichtje op LinkedIn of anders even een e-mail. En wat handig is om te weten, is dat we ook een aantal jobs hebben. Dus we hebben een aantal media jobs, geen beginners jobs. Maar wel wat verder. Dus laten we zeggen 4 tot 7 jaar werkervaring is dan ideaal. Minstens 4-3 zou ik echt wel als minimum hanteren. Waarbij we zeggen dat je dus in een paar weken, niet eens maanden, maar een paar weken, die hele academy doorgelopen moet zijn. En dat je dus volwaardig
breed georiënteerd bent. En vervolgens kijken, wat is dan uiteindelijk jouw specialisme? En waar wil je nog verder in verdiepen, zodat we met die vragen bij jou terechtkomen? Oftewel, daar is je weer, de T-shape. Dus check eventjes redpanda.works/jobs. Staat ook gewoon op de website natuurlijk. Dat is wat je hier ziet, die screenshot. Goeie vraag, Lisette vraagt, wat is de gemiddelde leeftijd bij jullie? Iedereen oog piepjong op de foto's. De gemiddelde leeftijd bij ons is 29. En daarmee trek ik het gemiddelde nog een beetje omhoog met mijn 33. We hebben inderdaad ook wel wat jonge mensen. Dus ik ben volgens mij oudst of ene oudst. Nee, Fidel is oudst. En Laris denk ik trouwens ook iets ouder. Maar inderdaad, we zijn een jong bedrijf en daarmee ook jonge mensen inderdaad. Het is niet dat we daarop selecteren. Het is meer dat growth hackers gewoon voor mijn gevoel altijd jong en wat vlot zijn. En dus automatisch komen daar jonge mensen op af. Dus ja, dat is hem. Zijn er nog andere vragen? Dat is de laatste kans. Goed zo, Kevin. Nice. Keurig. Ja, jong en fris bedrijf zou ik het ook willen benoemen inderdaad. Ja, we hebben echt een duidelijke visie en we willen gewoon heel hard groeien. Ze willen dit jaar verdubbelen in omzet, maar ook in mensen. Die zijn met elkaar geleerd. Dus we willen gewoon snel door en snel echt groeien. En dus vooral ja, de growth managerrol gaan aannemen. Anastasia, tot slot komt er ook een vervolg op deze webinar. Ja, Pieter... heeft een aantal webinars ingepland al. Die doen wij samen. Dus dit is een reeks. De volgende staat ook al gepland. Op onze website vind je wederom een overzicht van alle webinars. Op een Eventbrite page hebben we. En daar vind je de overzichten. Ik vind het eigenlijk wel een goed idee om even een vervolg daaraan te geven. Laten we zeggen met een maand of anders twee. Om te kijken, is het gelukt? En een beetje een interactieve sessie. Maar misschien gaan we dat, bedenk ik nu even ter plekke, maar in een soort van roundtable sessie doen. Dus misschien gewoon een Zoom call om te kijken, ja, waar ben je tegenaan gelopen? Heb je ook nog feedback voor mij? En dan kan ik ook meteen mijn feedback geven aan het hele leertraject. Dus dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Nog een goed idee van Kevin, best practices webinar. Ja. Alright. Keurig, nou ja, bijna binnen 30 minuten gebleven, maar een klein beetje eroverheen is niet erg. 32 minuten hebben we erover gedaan, dus dat is keurig. Ja, nogmaals, alle feedback is welkom. En ja, het is gewoon een levend document, zoals ik al zei, dus we kunnen jullie hulp gebruiken. Maak er vooral gebruik van en mis je iets, laat het me vooral weten. En dan wens ik jullie heel veel succes. Zet hem op.